En dat er ook oliebollen worden gegeten. En met name op hoog niveau. En dat is denk ik heel uniek. Breda Nu. Je weet het meteen. De bovenste verdieping van het oude belastingkantoor is omgetoverd tot de hoogste oliebollenkraam van Brabant. Tevens wordt hier 12 dagen lang een DJ-estafette gehouden. Ja, Breda bakt ze hoog. Dat is wat we hier doen. Het oude belastingkantoor is nu van de gemeente en we zijn nu bezig met de transitie van het hele gebied. Aanleg van het nieuwe markt, stadspark, ook het gerechtsgebouw hierachter wordt binnenkort van ons. Dus dit hele gebied gaat in de komende paar jaren gewoon echt veranderen. Nou, tot die tijd willen we het natuurlijk goed gebruiken. En bij Betoverend Breda hoort ook voor een deel dat je activiteiten aanbiedt. En ja, Breda bakt het hoog, de hoogste oliebollenkraam van heel Brabant met het mooiste uitzicht. Dus wees van harte welkom om hier oliebollen te komen eten. Nou, de gemeente kwam met het idee, omdat dit de locatie is van de gemeente. En daar zocht ze een bakker die dus de oliebollen wilde bakken. Mij benaderd en ik heb ja gezegd. En toen zijn we wat gaan brainstormen hoe en wat. En hoe gaan we, wat voor assortiment gaan we doen. Dus het is oliebollen, naturel gevuld. Appelbier's, gluwijn, bubbels en de DJ's. Dus het wordt een gezellige bedoeling. Als DJ-school Breda een evenement, de DJ-servette. En dat is een evenement dat 12 dagen lang duurt met verschillende DJ's uit Breda en omstreken op hoog niveau. En hoe denkt u dan dat de klanten dat zullen vinden, de ervaring die ze zullen hebben? Nou, de locatie trekt ze aan en ik hoop hopelijk ook de oliebollen. Dus de combinatie en de gezelligheid, ja, moeten ze hier naar 6 hoog leiden. Ik denk dat het uniek is, zeker omdat er heel veel talenten komen opdagen die hun kunsten willen laten zien. En dat er ook oliebollen worden gegeten. En met name op hoog niveau. En dat is denk ik heel uniek. Breda Nu. Je weet het meteen.